Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben David van der Kerkhoven, 26 jaar. Van opleiding ben ik leerkracht Nederlands en Economie. Ik kom uit de Rondse, de toegangspoort tot de Vlaamse Ardennen. En sinds begin dit jaar ben ik daar ook fractievoorzitter in de gemeenteraad. Na mijn job als communicatiemedewerker van Vlaams president Geert Bourgeois, werk ik nu als woordvoerder en raadgever onderwijs van de Oost-Vlaamse NVA-gedeputeerden. Op 26 mei vind je mij terug op plaats 13 in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, ik denk dat je niet zomaar in de politiek stapt. Dat het eigenlijk een, een soort van roeping is om uh, samen te bouwen aan een betere wereld. Um, en dat was eigenlijk ook mijn engagement als jongere dat ik eigenlijk een betere wereld wil creëren, ook voor de toekomstige generaties. En in het begin vertolkte, vertolkte zich dat in uh, een engagement in de leerlingen- en studentenraden. Maar in 2010 voelde ik wel dat uh, de microben naar politiek uh, wel uh, stieg, En heb ik dan ervoor gekozen om de partijprogramma's te gaan lezen en analyseren. In 2010 waren er ook nog geen verkiezingen, ik was ook nog niet stemgerechtigd. Dus dat gaf mij wel de tijd en de ruimte om een duidelijke analyse te maken. En toen kom ik uit bij de N-VA. Een, een aanbodpartij die complexloos de belangen van alle Vlamingen wil dienen. En heb ik dan ook met een paar geëngageerde rondsenaars eh, lokaal de NVA va geblazen. En met succes, want we zitten nu voor de tweede keer in de bestuursmeerderheid in, in Ronsen, ja, 86 jaar socialistisch bestuur. En denk, de mensen die Ronsen een beetje kennen, weten dat dat geen evidentie is om die partij in onze regio uh, kleiner te laten krijgen. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote van Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp, En die zegt van dat de, ze de meest zekere manier om te slagen het nog eens proberen is. En eigenlijk toont dat aan, uh, waar ik ook voor sta, dat we een doorzettingsvermogen moeten hebben, ook in de politiek, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs, uh, dat we die lat hoog moeten durven leggen en dat we eigenlijk ook ervoor moeten kunnen zorgen dat we over die lat geraken. Uh, met opgeven zijn we allemaal niets. Ook de burger vindt het niet leuk als uh, politici beloften maken en ze daarna niet kunnen waarmaken. Dus ik, ik ben ervan overtuigd. Als je iets wil doen, ga ervoor. Uh, gewoon doorzetten. En dat is ook hetgeen ik wil meegeven aan mijn kiezers, maar later ook aan mijn kinderen: van gewoon ervoor gaan. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, ik heb op het kabinet van Vlaamse minister-president Geert Bourgeois gewerkt. Dus ik denk dat, dat het wel een evidentie is dat hij ook een klein beetje mijn, mijn voorbeeld is. Ik heb achter de schermen bij hem mogen werken. Ik heb ook gezien op welke manier hij zijn dossiers voorbereidt, op welke manier hij ministerraden voorbereidt met heel veel precisie, met heel veel kennis van zaken. En ja, het, is, het, is een, het is iemand die met, op basis van feiten beslissingen gaat nemen, niet op basis van veronderstellingen, en heel goed op de hoogte wil zijn uh, waarover een dossier gaat, zich gaat informeren bij raadgevers, bij externen. Uh, en ik denk ook dat we, is het dat we mogen meenemen in de lokale politiek, dat we heel goed moeten luisteren naar wat leeft er bij de bevolking, uh, wat zegt de administratie, wat kan, en dat dan eigenlijk finale de politicus de keuze uh, moet maken, de knoop moet doorhakken maar altijd op basis van feiten en zo iemand is Geert. En als tweede wil ik eigenlijk ook, of, of is mijn voorbeeld, iedereen die zich bezighoudt met lokale politiek, de mandatarissen, de gemeenteraad, mensen achter de partijwerking, want zij zijn eigenlijk de basis van ja, hoe, hoe een, een partij ontstaat. Zij, zij steken heel veel Uren in een engagement. Meestal na de werkuren gaan zij later nog vergaderen, evenementen organiseren, gemeenteraden voorbereiden. En daar voel je dat, dat het engagement echt oprecht is. En als politicus is dat het mooiste wat je kan zien: dat mensen vanuit een intrinsieke motivatie iets willen veranderen in de wereld. Wat zijn uw politieke interesses? Als leerkracht zal het u waarschijnlijk niet verwonderen dat onderwijs mij heel nauw aan het hart ligt. Um, we hebben in Vlaanderen een toponderwijs. Uh, studies tonen dat ook aan, maar we zien wel dat uh, we in verval aan het gaken zijn. Uh, het ambitieniveau is aan het dalen en dat is heel jammer. Vooral als we kansen willen geven aan de toekomstige generaties, moeten we ervoor zorgen dat we die lat heel hoog uh, blijven houden. Um, we kunnen alle statistieken veranderen door de lat laag te, uh, te leggen en iedereen erover te laten gaan. Dan kunnen we zeggen van we zijn heel goed bezig, iedereen slaagt, iedereen heeft een aardtest, maar de vraag is dan in een internationaal onderzoek hoe ga je dan gaan scoren. Dus ik ben ervan overtuigd dat we die lat heel hoog moeten houden en dat we ervoor moeten zorgen dat de besten excelleren, dat die uitgedaagd worden om misschien hun lat nog hoger te leggen en de anderen moeten een duwtje in de rug geven om over die lat te geraken. En is dat nu een technische, uh, een technische opleiding, een beroepsopleiding of algemene vorming, elke lat is belangrijk om over te gaan. Mensen hebben nood aan uh, specialisten op vlak van uh, loodgieterij bijvoorbeeld, maar evengoed aan advocaten die, die materie goed kennen. En ik kom uit Ronsen, waar dat, uh, we leven met een heel diverse sociale culturele mix. Dus integratie is ook iets wat mij heel, uh, heel sterk boeit. Uh, samenleven met elkaar, uh, zorgen voor een evenwichtige samenleving. En daar is volgens mij, en volgens ook de partij, eigenlijk de taal de sleutel tot succes. We kunnen pas angsten wegnemen bij mensen. We kunnen mensen pas echt van elkaar uh, laten leren als we dezelfde omgangstaal spreken. We mogen niet in een toren van Babel terechtkomen waar iedereen zijn eigen taal spreekt, maar we moeten met elkaar kunnen communiceren. En dat vind ik heel belangrijk, dat we het niveau voor het Nederlandse taal echt optrekken. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik denk dat iedereen die uh, een beetje in politiek bezig is, uh, weet dat we stuiten op vertraging. Het is een heel log en traag proces, heel veel administratie. Uh, ik noem het soms wel eens een stempelcultuur. Alvorens iets wordt goedgekeurd, moeten er tien stempels op een blad staan en dan pas kan het misschien uitgevoerd worden. Maar enkele weken terug hebben we gezien dat iets heel snel kan gaan. Er was een politieke consensus in het parlement om de budgetten voor kleuteronderwijs te verhogen. En op één namiddag is dat gebeurd. Dus we zien dat die onwil of die vertraging niet altijd bij de administratie ligt, maar soms ook bij de politici. Die ja, elkaar misschien geen, geen pluim op de hoed uh, durven gunnen. Maar ik denk dat we allemaal in de politiek stappen met één doel: een betere wereld voor iedereen. En dan hebben mensen echt geen nood aan politieke hakketak en moeten we echt ervoor uitgaan en moeten we ervoor veranderen. En moeten zorgen naar consensus. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Wel, als leerkracht Nederlands zal het u waarschijnlijk ook niet verbazen dat ik twee boeken heb meegenomen. Uh, in mijn job ben ik uh, woordvoerder van de Oost-Vlaamse N-VA-gedeputeerden. Dus ligt taal en uh, ook uh, digitale communicatie mij heel uh, nauw aan het hart. Het zijn twee boeken. Uh, het ene is Taal voor de leuk, waarin wij. Uh, ja, Zaken in ons taal, uh, woorden die we gebruiken worden geanalyseerd, maar ook op een grappige manier worden voorgesteld. En voor sommigen is het Nederlands niet de meest sexy taal die er bestaat, maar dit boek toont echt wel aan dat we in, uh, in ons ja, Nederlands. Uh, Woordenjargon, dat we echt wel uh, leuke woorden hebben en leuke zinsneden, zoals bijvoorbeeld het woord goesting. Uh, we zijn eigenlijk de enige taal die daar een woord voor heeft. Bij andere talen moet je ja, zoeken naar andere synoniemen, maar dat bestaat niet. En in dit boek wordt dat heel mooi omschreven. Het is ook leuk om persberichten te schrijven in het Nederlands, want je kan ook woorden gebruiken uh, die in andere talen niet te vertalen zijn. Dus uh, heel leuk om uh, dit boek ook uh, als leidraad te gebruiken. En dan maar het tweede is. Uh, de kleine filosofie van de digitale onthouding. Um, ook als woordvoerder uh, voor de NVa-gedeputeerden in Oost-Vlaanderen ben ik heel vaak bezig met social media. Ook persoonlijk ben ik daar heel uh, hard mee bezig. En dan zie je dat er altijd een drang is om snel te reageren, om uh, heel snel de dingen online te zetten. Maar dit boek heeft mij wel tot inzien gebracht dat we niet altijd online moeten zijn. Als we bijvoorbeeld een keer in het bos gaan wandelen of we gaan fietsen, dan mogen we onze gsm gerust eens thuis laten of op stil laten. En moeten we niet meteen onze wandeling of fietstocht verstoren als er een melding toekomt van Facebook of Messenger of WhatsApp. Dus de digitale onthouding zou er wel voor kunnen zorgen dat we veel rustiger kunnen leven.